Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en Rosewood Investments hebben bij de gemeente Ede een verzoek ingediend voor huisvesting van 200 asielzoekers en 400 arbeidsmigranten op de kop van Delen. De gemeente Ede staat open voor de aanvraag voor huisvesting van zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. We hebben als gemeente samen met het COA en Rosewood u geïnformeerd over ontwikkelingen op de kop van Delen. Uh, Wij hebben daar uh, het plan, en ook Rooswood en het COA hebben die uh, plannen om daar uh, 400 arbeidsmigranten uh, onder te brengen op dat, uh, op dat terrein en uh, 200 asielzoekers. Waarom zijn ze juist bij de gemeente Ede terechtgekomen? Nou, het was een terrein van, uh, van, van Plurijn, en die hebben dat verkocht aan, uh, aan, Roos, uh, aan Rooswood. Uh, en uh, die uh, willen daar uiteindelijk een woonzorgconcept op uh, realiseren. Maar in de tussentijd kregen wij ook als gemeente een verzoek van het uh, COA om te kijken naar uh, opvangmogelijkheden voor, uh, voor asielzoekers. Dat was al een jaar uh, ruim geleden dat dat verzoek uh, kwam. En we hebben toen gekeken naar mogelijkheden binnen uh, Ede voor de opvang. We kwamen toen op de kop van uh, Delen. En uh, hebben nu dan het plan als gemeente samen met COA om daar uh, 200 asielzoekers te gaan huisvesten. Nou, Delen is natuurlijk in het verleden al eerder in uh, beeld geweest en in gebruik geweest als opvanglocatie van het COA. En uh, uiteindelijk toen uh, bleek dat uh, de Hoendelo Groep uh, Plurijn de locatie ging verlaten, Daar hebben wij al in een vroegtijdig stadium ook uh, gekeken naar de mogelijkheden die uh, de kop van Delen met zich meebrengt. En vervolgens uh, is natuurlijk uh, de locatie verkocht aan Rooswood. Uh, onze belangstelling is blijven bestaan, uh, ook kenbaar gemaakt aan de gemeente. En uiteindelijk zijn op die manier de partijen met elkaar natuurlijk in een uh, gesprek geraakt om te kijken wat en op welke wijze we dit zouden kunnen invullen. Voor de lange termijn uh, voorzien wij toch een, een, een mogelijke ontwikkeling naar woonzorglandschap. Dus waar men kan wonen, recreeren en zeker ook verzorgd worden, dus gericht op senioren. Um, en voor de tijdelijkheid uh, uh, hebben we nu een verzoek gedaan om een uh, omgevingsvergunning voor uh, woonurgenten... Uh, om die tijdelijkheid op te vullen, zodat wij de ontwikkeling in de komende jaren daarin kunnen uh, voortzetten. Uh, 200 asielzoekers, om, om wie gaat het? Kunt u dat al een beetje inschatten? Nou ja, de, de, de samenstelling is natuurlijk heel moeilijk. Zoals ik net ook al aangaf, is dat uh, de, de samenstelling is natuurlijk een afspiegeling van de instroom in Nederland. Maar waar het feitelijk om gaat, is dat we op deze locatie een, uh, 200 uh, statushouders en kans, evident kansrijken willen huisvesten. Die ook gekoppeld zijn aan de regio rondom Ede. En dat betekent dat de mensen ook daar dus gehuisvest worden. Uh, uiteindelijk op de kop van Delen dan zullen verblijven in afwachting van een eigen woning. En dan zullen ze starten met hun voorinburgering. Uh, waarna ze uiteindelijk uit kunnen stromen naar een van de gemeentes in de regio. die dan de feitelijke verdere inburgering voor haar rekening gaat nemen. Het gaat om een periode van uh, tien jaar voor de arbeidsmigranten. Uh, aan wat voor mensen moet ik dan denken die daar komen? Uh, met name uit uh, Oost-Europa. Uh, arbeidsmigranten die hier in de omgeving uh, reeds werkzaam zijn. Er zijn veel arbeidsmigranten al in Nederland en de huisvesting daarvoor schiet uh, tekort. Um, en wij uh, we werken daarmee samen met een arbeidsmigrantenhuisvester. Uh, daarmee. En um, ja, dat zijn voornamelijk mensen uit Polen, onder andere. Er dient natuurlijk gewoon een vergunning uh, te komen voor zowel de huisvesting van de arbeidsmigranten als van de asielzoekers. Een omgevingsvergunning uh, heet dat. Het terrein en de gebouwen, ja, een enorm terrein is ook een rijksmonument. Dus als je wil of moet verbouwen, dan moet daar ook naar gekeken worden. Daar zijn we nu allemaal mee bezig. We gaan uiteraard ook in overleg met de omwonenden. En ook de gemeenteraad gaat er zijn zegje over doen. Het is voor de duur van vijf jaar, heb ik begrepen? Klopt. Dat is de afspraak die we met de gemeente voor nu hebben gemaakt voor vijf jaar. Had u dat niet liever langer gewild? Nee, de afspraak, zoals we daar de afgelopen periode met elkaar over gesproken hebben, past die vijf jaar prima in onze plannen. En uh, uh, geeft dat ook de mogelijkheden om uh, die groep te huisvesten, die we hier in de regio ook willen huisvesten. Het terrein, hoe uh, is dat in goede staat? Geweldige staat zelfs. 26 hectare groot. En er staan 34 gebouwen op, uh, waarvan 24 dadelijk bewoond zullen worden. Uh, het is uh, schitterend onderhouden door Plurijn. Dat is de vorige eigenaar en gebruiker als jeugdzorginstelling. En uh, ja, ze hebben er een schitterend terrein van gemaakt en, en schitterend onderhouden. Dus het staat er geweldig bij. Nou worden een aantal gebouwen gebruikt voor arbeidsmigranten. een aantal gebouwen voor, voor asielzoekers. Gaat dat prima samen, denkt u? Ik denk van wel, het is een heel groot terrein. Gebouwen liggen ver uit elkaar. Uh, uh, daarentegen uh, heeft het COA veel ervaring ook in het beheer van deze twee toegroepen samen. En uh, ja, is dat uh, goed te beheren? Uh, Naar nou, wat mij is verteld. Wij zijn natuurlijk een vastgoedbelegger, een vastgoed eigenaar, vastgoedontwikkelaar. En uh, uh, met name de beheerders, de professionele partijen, die uh, hebben hier ervaring in. En uh, dat gaat zeer goed. Nou, in onze optiek wel. We hebben daar natuurlijk met, met Rooswoord ook al uitgebreid over gesproken de afgelopen maanden. En we hebben ook de ervaring met verschillende doelgroepen op andere locaties die prima samen gaan. En zeker als je daar aan de voorkant de goede afspraken over maakt, moet dat zeker lukken. Voor hoe lang zou dit zijn? We hebben als college gezegd dat is, als het gaat om de huisvesting van asielzoekers, is dat een periode van maximaal vijf jaar. En de arbeidsmigranten? De arbeidsmigranten, dat zou voor tien jaar zijn. Althans, de omgevingsvergunning gaat voor tien jaar gelden. We gaan kijken in de komende jaren hoe snel dat die ontwikkeling zou kunnen naar woningbouw en uh, woonzorglandschap. Uh, met name gericht wel op zorg, op senioren. En uh, de vraag is eventjes wanneer dat, dat gereed zou kunnen zijn. Dat kan over zeven jaar zijn, dat kan over negen jaar zijn. Maar in ieder geval tien jaar is de omgevingsvergunning. Uh, dus ik hoop dat we dan al gereed zijn om het een woonzorglandschap te noemen.